Zal ik een nieuwe microfoon kopen? Ik heb net een plaat Ja, dat ga je gekregen. letterlijk doen. Welke microfoon heb jij? Deze van mij is koude duur, hè? Weet je. Hoe duur? Hoe duur? Weet ik eigenlijk niet. Ik ga Hoe even. duur? Hoe duur? Ik kan je Alles wel onder de vertellen. 80 euro vind ik prima. Wat zei je? Alles onder de 80 euro vind ik prima. Oeh, jij hebt geluk. Welke is het? Ik weet niet of dit helpt, maar. Dit is de koffer waar die in kwam. Dan weet je dat het een goede microfoon is als hij in een koffer aankomt. Nee, ja, ik heb toch niks in die koffer, jongen? Weet ik, het was een grap, rustig. Het is van dit bedrijf. Ik zoek even het blaadje ernaar. Het is van Rakker. Van Trust. Trust and Victory. Straks ga even kijken of de audio eindelijk klopt. Want het kan zijn dat ik je nu te hard heb gezet. Dat is ook goed, want dan kunnen we de kijkers inrepen. En dan kunnen we een soort van... Veel leuker eigenlijk. Een meme 4 doen, zeg maar. Ja, ja. Dan ben jij een van de achtergrondgeluiden, weet je wel. Welke ben ik? Oh, ik ben die. Je bent... You can't say that. Nee man, ik heb een MPS. Ik heb Black Panther een goede review gegeven, toen kreeg ik een MPS. Heb je Black Panther een goede review gegeven? Ja, het was voor de Wat MPS. Wat is het verhaal, jongen? Weet je wat het verhaal is? Het is een dapper verhaal over zwarte mensen. Die eindelijk in opstand komen tegen de witte hiërarchie. Nee! Get fucked, Bram! Wat een dipper end. Toen vond jij nodig dit te doen. Omae wa mou shinde iru. NANI?! Oh fuck. Boom. Oh Lord Frex. Hey, what the fuck, USSR, dat is toch... Dat is Sovjet Rusland, ja. Ik ga gewoon een montage maken van jou die mij hit, gewoon. Die ga ik wel maken, hoor. Die ga ik wel maken. Nee, dat ging ik doen, jongen. Dat is mijn idee. En toen, na 2 jaren gelukkig samenwerken, ging de band uit elkaar. Nee, ik ben de hoofdzanger, noob. Nou, oké. Sorry. Ik ben de hoofddrummer, gitarist en pianist en basgitarist. Dus ik doe evenveel als jij. Ja, dat klopt wel eigenlijk. Hey. Nee. Lannister Slenderer Guards. Nou, dat vond ik een goede ronde, waaruit toch blijkt dat wij de beste Brawlhalla-spelers zijn. Net als dat wij de beste Mahjong-spelers zijn in Nederland. Twee na beste. Ja, oké, sorry. Ik heb Luc van en meneer en de heer Jocherum niet meegerekend. De heer Jocherum? Nee, ik probeer een oude en een mannennaam te bedenken. Ja, ik dacht dat. Ik heb gehoord dat je al nummer 13 bent als je überhaupt geen set hebt. Laat Thor in de mijn stappen. Hey. Oh, die gaat erin. Die gaat erin. Ja, met heel veel doelige keuzes gewoon zeker. Deze gaat in de montage. Oh, en dat is één. Kijk, maar hier kom je dan weer bij die tryhards en dan is het niet meer leuk. Nee, je wilt tegen idioten gaan, dan is het veel leuker. Niet alleen omdat je wint. Nee, maar omdat wij ook gewoon als idioten spelen. Kijk, wij zijn idioot omdat we kunnen wel wat, maar we doen er niks mee. Ja, ik ben echt een geboren Brawlhalla talent. Nee, maar kun... Oké, sorry. Kijk dit. Nou maar. Oh! Hij heeft een fucking speer, wat doe je daartegen?
Ik heb een harder harde slaan. Harder slaan, oké, okay, ja. Shit, dat kan niet dat bedacht. Wat? Stond man dus nog een keer in mijn fucking animatie, jongen. Ga echt maaien. Nee, alsjeblieft niet timen. Ik zal meer zakgeld, meer lunchgeld aan je geven. Ja, kom maar. Lever al je lunchgeld in. Hé, hey, kind, stop. Heb je daar lunchgeld? Als je dat niet gewoon met briggers gaat tief. Sorry meneer, we willen geen gast, problemen. Dus oh, die gaat in de montage. Dat je het ook in de montage gaat? Hey. Wat gaat er nog meer in, Bram? Ik wil... Nee. Oh, boom! Boom! Oh, ik lach hier iets te veel, man. Ja, ik heb... Hé, dat klonk als een fucking raptor. Uit Jurassic... Volgens mij is het Jurassic World. Uit Jurassic. Nee, Jurassic World, wat is dat? Volgens mij, bedoel je Jurassic Shark, de ondergewaardeerde film. Maar jij kent Jurassic Shark niet, dus jij vindt het niet grappig. Ik ga ervan uit dat het een soort van Sharknado is. Ken je ook Sharktopus? Ja, die heb ik wel. Ik heb hem niet gekeken, maar ik weet dat hij bestaat. Oh, dat is echt mijn favoriete. Ben het er niet mee eens. Dat is mijn favoriete superheld. Ja, ongeacht dat het biologisch niet kan, vind ik het wel een leuke film. Welkom in de montage. Boom! Die gaat erin! Ja. Boom! Wist je dat montage in het Frans berg betekent? Het is een teken. Het is een teken over onze carrière. Het is als een berg. Recht omhoog. Naar de top. Nou, laat me typen, Bram. Doe het in je montage. Kanker homo.